Een goede avond. Het is 7 april. Welkom bij het NAC Journaal. Mijn naam is Joost Boteman. Vandaag hebben we Gábor Babels. Aan de andere kant hebben we Martin Vrijsen. Gábor, ik wil met jou beginnen met 3 stellingen. Ben je een trouwe hond of ben je een vechter? Allebei. Je moet toch kiezen? Ja, doe maar trouwe hond. Trouwe hond. Goulash of Hutspot? Goulash. Gaan we natuurlijk zo op terugkomen. Een keeper of keeperstrainer? In de toekomst keeperstrainer. Gaan we het absoluut over hebben. Gábor, je bent een van de oudste spelers. Welkom in ieder geval, ook bij deze uitzending natuurlijk. Maar je bent een van de oudste spelers op dit moment in de Eredivisie. Je wordt 40. Je hebt een hele, hele mooie en lange carrière achter de rug. Wat is het mooiste moment als je terugkijkt op deze carrière? Oeh, daar heb ik een heleboel natuurlijk. Dan heb ik een paar kampioenschappen gewonnen in Hongarije. Dat was mijn eerste prijs eigenlijk. Maar toen was ik nog heel jong. Maar als ik echt iets moet uithalen, of twee, dan de twee Europese avonturen. Eerst met NAC en daarna met NEC. Ja. Je bent een tijd geleden begonnen, je bent in Hongarije natuurlijk geboren. Bij Sopron ben je ooit een keer gescout, geloof ik? Niet bij Sopron, maar eigenlijk daar ben ik 1,5 jaar gespeeld. En daarna ging ik naar de hoofdstad, naar Budapest toe. En daar heb ik eigenlijk alles meegemaakt. En in 1999 kwam Henk ten Katen. En de verhaal is bekend natuurlijk. Ja, je hebt heel lang bij NAC gezeten. Bij NEC kennen we je ook van. Bij Feyenoord heb je nog een jaartje gezeten. Feyenoord was misschien even het minste jaar achteraf. Ja, als je ziet dat toen ik hier kwam, 14 jaar geleden. En als ik goed herinner, maar elke jaar, de eerste 4 jaar toen ik bij NAC gespeeld, elke jaar heb ik gehoord dat Feyenoord wil mij graag hebben. En uiteindelijk om 2004... komt de kans om een stapje hoger op te gaan en ga je een 4 jaar lang contract tekenen en na een jaar moet je weg. Dan natuurlijk ga je niet echt met een goede smaak terugdenken. Nee, maar wat voel je dan op zo'n moment als jouw kenbaar wordt gemaakt van goh, we gaan toch afscheid van je nemen? Nou ja, teleurgesteling natuurlijk en dat is logisch omdat ik heb dat keuze gemaakt omdat ik wil natuurlijk graag ook hoger op en Feyenoord is natuurlijk een topclub en blijft een topclub ook. Alleen op een of andere manier kwam niet uit wat ik kan. Nou, dat heeft heel veel oorzaken gehad. Maar goed, ik praat niet zoveel over meer, omdat het is een verleden tijd. En toen heb ik bewust gekozen om Nederland te blijven, om toch laten zien dat ik kan gewoon goed keepen. En kwam NEC, Dennis Gentenaar ging toen naar Duitsland toe. En daar heb ik eigenlijk een schitterende 8 jaar gehad. Ja. We hebben nog heel veel te bespreken, maar een van de dingen is jouw toekomst. Want je bent natuurlijk bijna 40. Bosker is geloof ik nu op dit moment de oudste speler van de Eredivisie. Hoe gaat jouw toekomst eruit zien? Dat vraag ik me dan af. Ja, dan moeten wij nog even wachten. De gesprekken is al begonnen, maar we moeten nog even geduld hebben. En natuurlijk iedereen weet wat is mijn ambities. Ik heb 22 jaar in de voetbal als keeper alles meegemaakt en komt een tijd wanneer jij moet gewoon kijken hoe je toekomst uitziet verder en natuurlijk dit is wat ik kan, dit is wat ik weet en ik heb een paar keer uitgesproken dat ik wil graag als keeperstrainer in de toekomst werken en dat hoop ik dat ga ik even snel antwoord over dit vraag. Ja. Martin, aan de andere kant. We hebben het vorige week ook over gehad. Hè. Het zou eigenlijk een goede situatie zijn voor NAC als Gábor iets kan gaan doen. Bijvoorbeeld keepers trainen volgend jaar. Ja, zeker. Ik denk dat je als club altijd zuinig moet zijn op dit soort spelers die zo vertrouwd zijn met de club. Maar als je dan even teruggaat naar de keeper Babels. Ik vergelijk hem altijd een beetje wat Gomez heeft gedaan in de PSV-tijd. Dat was echt... Daar stond echt iemand in die goal. Hij had ook een mooie uitstraling, mooie attitude had hij om in die groep te staan. Hij was heel erg loyaal naar iedereen. Als mens ziet hem dat. En ik denk als je dan zo'n werknemer, waar je het karakter van die persoon in kent. En die kwaliteiten. Ja, als je dat dan over kan brengen op de jeugdkeepers. Ik denk dat NAC maar is heel snel moet tekenen. Ja, ik wil net zeggen, is dat eigenlijk al niet te laat? Ik bedoel, je hebt wel een persoonlijkheid voor je. Waarvan je kan zeggen, van nou ja, goed, daar gaan we gewoon mee verder. Leg het meteen vast. Ja, dat kan. Je loopt er altijd een risico in. Als ik op de directiestoel zou zitten nu, dan zou hij vanmiddag nog tekenen. En dan was het lekker rustig. We weten toch waar we naartoe willen. We willen hem graag als keeperstrainer hebben. Dat zien we graag. Als NAC zijnde, denk ik. Ik zou nu weten waarom niet. Van Zwam gaat weg.
ideale oplossing. Ja. Denk je er zo ook over? Nou ja, toen ik hier kwam natuurlijk, ik heb bewust gekozen om dit stapje te maken vorig jaar. En wij hebben toen gesproken over een langere samenwerking op een of andere manier. En inderdaad, wat het Maarten zei, Arno is nu volgens mij gaat bij ADO in de slag in de volgende 2 jaar. Nou, de positie is nu eigenlijk niet bezet. Eigenlijk wel, hè? Ja, wie moet het dan? Ja, sowieso. Dat is ook mijn vraag. En kijk, als je zo lang in het doel stond en een paar dingen bereikt, ja, dan denk ik dat is de beste papier om daar direct in te stromen. Ja, als ik goed weet, Arno is ook zo begonnen. Ja. Dat is de toekomst. Op dit moment ben je gewoon nog keeper. Je staat achter Jellente Rauwelaar natuurlijk. Dat was ook de afspraak, dus op zich is dat niet heel vreemd. Kriebelt het niet af en toe dat je zoiets hebt van, goh, ik zou er toch eigenlijk zelf ook al willen staan? Na de eerste paar weken toen ik hier kwam wel natuurlijk, omdat het was voor mij ook een nieuwe situatie. Maar van tevoren natuurlijk afspraken gemaakt en dat vind ik heel normaal ook. En ik kwam hier, kijk, als met Jelle iets gebeurt, blessure, rode kaart, noem maar op, dan moet ik gewoon staan. En dat heb ik gewoon geaccepteerd. En aan de andere kant ook met mijn ervaring gewoon in de kleedkamer of in een veld gewoon, denk ik een hele belangrijke rol heb. En ik probeer gewoon op een goede en rustige manier altijd oplossen dingen. Is dat jouw kwaliteit ook, meteen? Nou ja, ik ben vrij rustig, ja. Ik ben niet zo snel boos. Dus mijn kwaliteit, dat moet straks even blijken. In ieder geval, ik wil gewoon wat ik heb meegemaakt en mijn ervaring gewoon doorgeven. En ik hoop dat dat een succesvolle periode wordt in mijn leven. Ja. Zie je nou echt als een concurrent? Hij staat natuurlijk wel voor je. Aan de andere kant is dat ook gewoon de afspraak die gemaakt is. Ja, tuurlijk zie ik een concurrent. Ik ben nog steeds prof en onderdeel van het team. Alleen op een andere rol wat ik gewend was de laatste jaren. Maar goed, kijk, ik doe mijn best in de training en ik ben gelukkig nooit geblesseerd. Dus sta ik elke dag op de trainingsveld. Ik probeer hem gewoon hem ook scherp te houden en ook mijzelf. Jelle is natuurlijk ook al wat ouder. En ja, kan jij hem toch coachen, desondanks? Of? Nou ja, coachen niet, maar misschien advies geven. Weet je, Jelle, misschien de volgende keer moet je iets anders doen. Of even rustig aan, bijvoorbeeld tegen Vitesse de verhaal, weet je. Ja, ja, ja. En dan loop ik naar hem toe. Jelle, even nu rustig, omdat ja, de kans gebeurt dat als je nog een keer zo buiten loopt, dan krijg je rood. Ja. Ja. En dat is zonde als je wil dat record bereiken wat je wil. Ja. We hadden het in het begin over, hè, een van de stellingen, trouwe hond of vechter. Je gaf aan trouwe hond. Dus, ik weet in het verleden, dat was dacht ik bij NEC, NEC, ja. Precies. Ja, sorry, ik moet NEC zeggen, uiteraard. Gelijk heb je. Dat was in de Gelderse Derby tegen Vitesse. Toen gebeurde er van alles met het publiek. Toen had jij een interview. En wat gebeurde er toen? Ja, toen ik moest naar de uitvak, hè. Ja, natuurlijk, dat is een beladen wedstrijd altijd, zeker als we in Arnhem spelen. En ik met Humberto dan was ik even na de wedstrijd even analyse maken. En op een gegeven moment Humberto zei, kijk maar achter, omdat de supporters willen binnenstromen. En gewoon, nou ja, wat moet je doen? Even tussendoor daar sprinten. Hè? Natuurlijk, kans was, of gevaar was, ja, dat als dat de glazen deur gewoon binnenvalt. Ja, maar dat is bijzonder, dat doen veel mensen niet. Die gaan verder met een interview en jij pakt dat dan op. Dat vind ik ja, dat was op goed. Een of andere manier gewoon zo, weet je, komt iets in je hoofd en dan ga je daar lopen. En gelukkig kon tegenhouden en ja, dat is gewoon top. Ja, erg netjes. Nou ja, goed, vandaar dat ik ook de keuze absoluut kan voorstellen. Als je nu kijkt naar het elftal, hè, het draait niet bij NAC. Er wordt veel gelijk gespeeld. Er wordt eigenlijk niet gewonnen. Het spel is ook niet altijd om naar te kijken, zeg maar, om goed naar te kijken. Hoe kijk jij tegen NAC aan? Haalt NAC het überhaupt dit seizoen? Of krijg je toch een hard hoofd in? Nou goed, de moed halen, weet je. Kijk, een paar weken geleden, wij hebben gedacht al dat wij hoeven niet meer beneden kijken. Als je kijkt naar de wedstrijd tegen Utrecht, waar ik vind de tweede helft een van de beste tweede helft gespeeld in het hele seizoen. Dan moet je gewoon afmaken. Dan moet je gewoon volwassen worden, volwassen zijn. En gewoon, ja, als er 2-1 voor staan, op een cadeautje eigenlijk, dan mag je niet meer. Dan moet je het uitspelen en dan mag je niet weggeven. Ja. Dan moet je die keer de bal de stadion uitschieten, weet ik dat. Gewoon professioneel, precies. Ja, dat doet de beste voetballers ook in de wereld. Tuurlijk. Kijk, als dat
als dat wedstrijd wij hadden gewonnen, ja, dan eigenlijk praten wij niet meer over die situatie. Maar nu helaas is anders gelopen en de laatste drie wedstrijden wordt nog bikkelen. Ja. Dat is heel jammer en heel zonde, omdat ja, dat eigenlijk... Eigenlijk niet nodig was misschien. Niet nodig, het was onnodig. Nee. Want Martien, dat wilde ik met jou ook overleggen. Ja, een paar weken geleden had ik zelf zoiets van, nou, dit gaat goed komen. Degradatie, daar hoef je geen zorgen meer om te maken. Ja. Je houdt het wel in je achterhoofd, maar het staat er ineens heel anders voor. Nou, wat Gabriel zegt, ik heb het ook vorige week gezegd in de uitzending. In die laatste bal, die lange bal, die vrije trap, die komt erin. Kijk, die kan aan alle kanten opvallen en dan valt hij dus een 2-2. Dat is dodelijk. Dus dat mag nooit meer. Op dat moment moet je gewoon, dan moet echt alles, de bal, tribune en weg ermee. Dat gif, dat mis ik op dit moment. Als ik dan gisteren zie, ADO, die spelen met het mes tussen de tanden, dat is op scherp zoals het hoort. Frazer heeft daar echt pit in die ploeg gebracht. De simpele voetballers, geen bijzonder, geen grote kwaliteit. Er zitten een paar jongens met iets meer vermogen, maar daar staat een ploeg. En die wil ten koste van alles winnen. Dat mis ik op dit moment binnen NAC. En in deze fase is dat nodig. En nu kom je in een situatie terecht dat ik mijn hart vasthoud. Met nog drie wedstrijden te gaan. Groningen, die voor Europees gaat. RKC, wat traditiegetrouw. De angstkeker. Is een angstkeker, dat weet Gabor ook. En dan PSV uit. Nou, prettige wedstrijd. Dat moet je dan mee doen. En met deze instelling is dat niet goed. En daar zie ik somber in. Nou, maar ik vind de instelling dat... Dat is altijd goed, vind ik. Hè? Omdat jij bent profvoetballer. Dus jij gaat gewoon een wedstrijd waarin je sowieso dat je wil winnen. Dat wel. Maar inderdaad, wat jij zei net. Wij moeten als een team functioneren. Wij kunnen niet, wij hebben geen Maradona, geen Pelé's, weet je. Nee. Het maakt niet uit als jij pakt 5 ballen. Misschien valt toch 1, weet je. Omdat de kwaliteit van de tegenstander misschien persoonlijk beter is. Dus wij moeten inderdaad als een team doen. En samen en helpen elkaar, weet je. Signalen geven, hey, ik ga nu voorop. En de rest voort. Maar het heeft veel te maken met vertrouwen. Net wat jij zegt, win je Utrecht, haal je potje uit. Dan loop je zo simpel de competitie uit. Dan had je nu ook al meer punten gepakt. Want dat is dan typisch voetbal. Want dan krijg je dat vertrouwen. ADO, 8 wedstrijden op rij niet verloren. En daarvoor verliezen ze bijna alles. Maar hoe kan je dezelfde groep. Maar hoe ga je de negatieve balans omdraaien? Hoe doe je dat? Door wat hij zegt van als team te gaan fungeren. Dan zeggen nou oké, nu is het gedaan. Geen gezeur meer. Alles gaat voor het resultaat. We vreden die tegenstander op. We zetten er kort op. We gaan compact spelen. Afhankelijk van hetgene wat de trainer vraagt natuurlijk. Maar dat is dan echt compact spelen. Feller op zitten en niks weggeven. En zorgen dat er geen rare balletjes vallen zoals tegen Utrecht in de laatste minuut. Als je dan met 2-1 voor staat. Ja, oké, kom op. Dan moet je echt alles uithalen. Ik vind het wel zorgwekkend dat er over gesproken wordt. En ja, ik ben het er absoluut mee eens dat er geen gif in zit. Ja, maar dat is geen voetballer. Daar ben ik met hem eens. Geen voetballer die bewust de wedstrijd ingaat om te verliezen. Dat is onzin. Dat wil niemand. Iedereen wil graag winnen. Iedereen wil graag, zo zeggen, complimentje, je hebt het goed gedaan. Maar het verschil tussen die ene dat je het wel kan doen, kan brengen, en een ander moment niet. Dat is bij dezelfde speler. Pak nou hem. Pak nou even naar Gabor. Een topkeeper. Wat ik je zeg, een topkeeper was hij. En dat is nu. Nog steeds. Maar in zijn goede tijd, in zijn toptijd was. Ja. En dat was terecht dat Feyenoord hem haalde. En toch heeft hij het niet gehaald bij Feyenoord. Dat heeft met een aantal elementen te maken. Onzekerheid, groot stadion, de druk daar. In mijn tijd was er bij Feyenoord, was Strijtel eerste keeper. Er kwam een Joegoslaaf, die was 20 keer beter. Of het is overdreven, maar 10 keer beter als Strijtel. Moet ik zeggen wie het haalde? Treitel. Want Treitel die maakte hem zo onzeker en dit en dat. Dat was een spel. Want het is ook een strijd tussen die keepers. In dit geval Jelle en hem is een verschil. Omdat hij het heeft geaccepteerd. Maar in zijn goede tijd had hij dat nooit gedaan. Dan had hij de strijd aangaan. En dan gaat die psychologie spelen. En dan kan je een speler mee kapot maken. Ja. Een keeper helemaal, maar ook een veldspeler. Kijk naar Leurling. Feyenoord nooit gehaald. Maar ga me nou niet vertellen dat Leurling niet kan voetballen. Nee. Is dat zo? Is die druk zo groot bij Feyenoord bijvoorbeeld? Merk je nee, dat verschil? Dat ben ik niet helemaal eens. Er was heel veel oorzaken. En dat is eigenlijk wat de Kuipfrees en weet ik het. Dat vind ik absoluut onzin. Want ik heb ook met NEC daar gespeeld. En de druk, ik vind het een beetje onzin. Omdat dat heb je overal. Oh ja, nee, dat wel. Dat heb je overal. Nee, maar dat heb je ook bij NEC. Het is 10 keer groter dan bij Ibiza nog. Ja, maar wat? Het is een grote club. Ja, oké. Ik heb nooit problemen gehad met de supporters. Als ik terugkom daar altijd krijg ik applaus, weet je. Dus nee, ik in mijn ogen gewoon... Maar je kan me niet voorstellen, dat NAC geen druk voelt nu van de supporters. En dat je daar toch anders door presteert. Misschien niet jij zelf, maar wel een aantal andere spelers. Ja, natuurlijk voelen wij de druk.
dat is logisch als je op dit situatie zit en heb je nog eigenlijk één overwinning nodig om safe te zijn, dan voel je dat druk. Maar dan moet je omgaan. En dan heb je ervaren spelers in de selectie. Een paar hebben we, Kees, Jelle, noem maar op. Zij moeten de kaart trekken. Ja. En de jonge spelers meetrekken. Ja. Ja. Belangrijk. Even naar iets anders terug hoor. Ja, je Hongaarse roots zitten er nu toch in. Vandaar dat ik ook zei Gulas of Hutspot. Nou, het gaat mij niet eens om het antwoord natuurlijk. Maar je gaf toch Gulas aan. Ja, je bent verbonden met Hongarije natuurlijk. Kom je daar nog vaak? Nee. Helemaal niet? Nou, niet vaak. In vakantie misschien een weekje. Ja, mijn zoon woont daar nog en mijn moeder en mijn zus en een paar vrienden. Dus eigenlijk, ja, ik voel mij meer Nederlander dan de Hongaars. Toch heb je heel veel caps gespeeld, hè? 28 had het zojuist. Ja, dat klopt. 13 jaar lang ben ik daar gezeten en 27, 28 wedstrijden plus zo'n 60 in de bank, denk ik. Is dat iets wat je zou ambiëren overigens, later in de toekomst, misschien over een jaar, 15, dat je op de bank zit of iets anders bij het Hongaarse elftal? Kan. Dat weet je nooit nee. Natuurlijk. Hè. Dat ligt eraan hoe kan ik mijn werk straks doen. Kijk, als heb je trainersdiploma's? Nee, ik heb nog geen, omdat ik heb nog geen de mogelijkheden gehad om te doen. Nee. Zolang dat ik eerste keeper was, ook met een eerste drukke tijd natuurlijk. En, want je zegt net, jouw collega's hebben het wel gedaan vanuit NAC, hè? Diploma's gehad, hè? Ja, maar ze hebben al 2 jaar de voetbal gestopt. Ja, na de carrière. Ze hebben tijd gehad, precies. Sowieso mijn, ik wil in juli of in augustus volgens mij beginnen de cursus. Dus ga ik dat volgen. Hoe ik het nu nog weet, dat is absoluut niet nog nodig voor keeperstrainers. Dus dat heb ik tijd voor. Arno is net gehaald, de hoogste keeper. Ga je hem dan hier volgen of in Hongarije? Nee, ik wil graag hier volgen. Hier volgen? Ja, okay. Tuurlijk. Je hebt echt niet veel meer met Hongarije, heb ik het nee, gehoord. Nee. Hoe kan niet het trouwens dat Hongarije het niet goed? Als we aan voetballanden denken, denken we in ieder geval niet aan Hongarije. Hoe kan dat? Waar ligt dat aan? Ja, is een hele lastige vraag. Dat wil iedereen weten natuurlijk. Kijk, want Hongarije is toch wel een voetballand? Of? Ja, was. Heel lang geleden. De laatste week was 86 in Mexico. Ja. En dan heb je een beetje, soms zijn uitschieters als club dat een paar rondjes doorgaan of meegaan in een UEFA of in de Champions League. Maar verder is niks bijzonder. En dat is heel jammer, vind ik, omdat inderdaad de historie en verleden tijd Hongarije was een van de beste teams in de wereld. Ja. Maar dat is al lang zo niet meer. En wordt steeds moeilijker om te halen. Ja, ja. Concurrentie natuurlijk ook groot. Even naar je erelijst. Een speler, ook een keeper, wil natuurlijk prijzen halen. Daar voetbal je onder andere voor. Je hebt er een aantal gehaald. 1997, 1999 bijvoorbeeld. Waren kampioenschapsjaren. Ja. Nee, dat is beker volgens mij. Ik heb ze als beker opgeschreven. 97, 98 en 2000. Oké. Okay. Vind je jammer dat je dat in Nederland... Nee, ook goed. Ja, je onthoudt het allemaal niet zo. Vind je het jammer dat je dat in Nederland niet bereikt hebt, zeg maar? Dat je geen prijs, echte prijs hebt gewonnen op dat vlak? En heb je kans gehad voor? Met NAC één keer. Ja, klopt. In de halve finale Twente uit volgens mij met penalties. Ja. En ook met NEC. Mm-hmm. Ja, dat is, weet je, als een onbekende Hongaar eigenlijk 14 jaar geleden hier komt. En krijg je ook nog de vraag van Henk toen. Wat wil je hier met deze twee onbekenden, met Chabba en met mij? Ja. En daarna kunnen wij gewoon zo antwoord geven dat wij hebben alle twee gewoon hartstikke goed gedaan. Dat vind ik al een succes. En de rest is gewoon toetje, weet je. Kijk, persoonlijk heb ik beste keeper geworden volgens mij. Twee keer, 2004, 2008, ja. En ik heb heel veel records gebroken, ook de langste nul gehouden in Nijmegen. Ja. Bijna 700 minuten, ja. Dus ik heb op een of andere manier andere successen bijgehaald en ben ik hartstikke trots op. Het is absoluut waarde dat je het natuurlijk zeer goed gedaan hebt. Laten we dat even uitspreken nogmaals. Als we nu kijken naar het elftal. Het draait allemaal niet super. Eén speler wil ik er wel even uithalen. Dat is Matic. Die heb ik opgeschreven. Hij onderscheidde zich tegen Twente, zei de Twente-coach. Hoe vind jij hem spelen op dit moment? Toen hij de eerste keer in Zundert binnengekomen en een paar keer de bal aangeraakt. Ja, dan weet je al dat hij kan iets. En dat probeer ik gewoon in het veld ook laten zien. En ik denk dat de toekomst voor Uroš is ligt hoger dan NAC. Dus dit wordt niet de eindstation voor hem. Nee. Daar is nog wel iets over te zeggen over Matic. En ik haal niet voor niks eruit. Zijn contract, hoe staat het daarmee? Hij zou 2,5 jaar tekenen, maar het is een half jaar. Misschien kan je er iets meer over vertellen? Ja, het is heel vreemd natuurlijk dat NAC zelf communiceert op zijn website dat ze een speler vastgelegd hebben voor 2,5 jaar. En dan ben je een aantal maanden verder en dan krijg je te lezen, zoals vandaag in de stem,
dat hij maar voor een half jaar heeft getekend en dat de rest mondeling is. Ja, dan gaat bij mij het licht uit. Dan zeg ik van ja, wat is hier aan de hand? Want dit is een speler met potentie. Wat Gavel zegt, je ziet na een half uur zie je dat die speler veel kwaliteiten heeft. En dat dit zijn eindstation zeker niet is, wat hij zegt. En daarom is het zo jammer dat je dan zo'n speler niet voor 2,5 jaar hebt vastgelegd. Wat ze dus in eerste instantie wel geroepen hebben. Ik vind het heel vreemd. Ja, een rare situatie misschien een beetje. Even over rituelen. Er zijn een heleboel spelers die hebben wat ritueeltjes over een wedstrijdje. Jij hebt die ook? Ja, niet veel hoor. Niet veel? Ik heb al eens gelezen dat jij bijvoorbeeld als laatste het veld op wil komen lopen. Nou ja, oh ja, als ik dat ritueel mag noemen, ja. Dat heb ik eigenlijk ja, heel lang niet gedaan, omdat was ik ook aanvoerder. En dus moest je juist voorin. Maar ja, ik probeer, ja, keeper is ook achterin, hè, bij de team ook lekker in de doel. Maar korte mouwt ook, ja. Ja, maar dat heb ik laatst jaar ook nee, niet nee, gedaan. Nee, daar heb ik begonnen toen ja, hier. Ja, dat was je en eerste. En nu, of daarna heel veel opvolgers, maar dat doe ik nog niet meer, nee. Dus eigenlijk, ja, laatst in het veld, oké. Okay. Wat een hele algemene vraag misschien, maar wat beweegt iemand om keeper te worden eigenlijk? Als je ziet veel mensen zie je voetballen en dan denk je van, nou ja, je wil goals maken, weet ik het wat. Dan word je keeper. Kan je dat uitleggen, waarom keeper zo mooi is? Ja, omdat keeper zijn is de moeilijkste volgens mij binnen het team. Kijk, jij kan één dag fantastisch in de hel zijn en aan de andere kant hoef je niet verder te gaan. Vorig jaar ik, ja. Precies tegen Eigenreken, tegen NAC, ja. Ben je schijnwel. Ja, en dat vind ik mooi, weet je. Omdat elke week heb je ook de kans om laten zien dat je toch een goede keeper bent. En kijk, iedereen mag fouten. En fouten hoort bij. Als je niet fout maakt, ja, dan krijg je nooit tegen een doelpunt. En maar ik, de mooiste is om daar op te staan, weet je. Vallen en opstaan. En als je dat constant doet, dus ik probeer je gewoon altijd tussen 6 en 8 spelen. 34 wedstrijden en dan hoort bij 2-3 fouten. Mm-hmm. Ja, alla, dat kan gebeuren toch? Dat is het grote voordeel dat je minder snel geblesseerd bent, misschien als keeper, dat je ook gewoon 34 wedstrijden kan spelen. Ja, dat één kant wel eens, andere kant oneens, omdat ja, dat weet je nooit. Dat kan je één keer verkeerd stappen en of ik bijvoorbeeld met een hernia gewoon een 4 of 2 maanden uitgeschakeld wel. Dus of een meniscusoperatie, ja, ben je ook kwijt, maar. Maar inderdaad, de kans is in principe minder om blessure opgelopen dan bijvoorbeeld een middenvelder of een spits. Ja. Ja. Maar ik heb altijd het idee dat als je als spits speelt, dan word je beoordeeld op het aantal goals. Ja, als keeper word je beoordeeld op het aantal ballen, even heel simpel gezegd, wat je tegenhoudt. Dat is meer de negatieve kant. Je maakt eerder een fout zeg maar, als een spits. Is dat niet lastig? Ja, maar dan moet je leren omgaan. En daarom, als je bijvoorbeeld een jong keeper bent en... heb ik ook nu een paar keer training gegeven bij de jeugd, weet je. Dat gaat over gewoon, weet je, er is training, hier mag je fout maken. En een wedstrijd, ja, mag je fout maken. Dan word je alleen sterker van, weet je. Dan weet je hoe moet je in de volgende keer omgaan. Hebben wij in Nederland overigens nog goede keepers? Ik bedoel, de tijd, 10, 20 jaar geleden met Hiele, de goede, dat waren goede keepers. Van der Sar natuurlijk niet vergeten. Hebben wij op dit moment nog zulke goede keepers als Nederlands? Ja, elftal zijnde? Ja, zeker. Ik ga niet ver, maar ja, ik heb met Jasper samengewerkt bij NEC. Natuurlijk 4 jaar achter mij gezeten. Eigenlijk, ik herinner me toen hij moest nog leren hoe moet je links half hoog dijken. En door mijn blessure heeft hij de kans gekregen en heeft hij gepakt. En daarna de mooiste transfer in de geschiedenis van NEC gemaakt naar 1 jaar. Als je nou praat over die jonge keepers, je wil keeperstrainer worden. Maar wat vind je nou de belangrijkste elementen dan? Om met zo'n jeugdkeeper die talent heeft, want anders komt hij al niet bij de selectie, om eraan te werken. Is dat het mentale gedeelte of is dat ook het fysieke gedeelte? Alle twee natuurlijk. Of techniek, ja natuurlijk. Alle drie. Waar zou je de accent in leggen? Nou, dan moet je eerst leren kennen. Moet je dagelijks samenwerken met de jongen. Moet je weten hoe hij bij elkaar zit. Hoe is de familie achterin? Hoe zit hij mentaal bij elkaar? Omdat natuurlijk, dit moet je heel goed ook voorbereiden als je wil profkeeper worden. Ja. Dat kan gebeuren op je 25e, maar kan gebeuren ook op je 19e of 20e. Als je de kans kijkt, nu de Italiaanse keeper ook in de Italiaanse competitie volgens mij bij Udinese, weet ik niet welke club, 19 jaar oud. En hij is nu iedereen is gewoon over hem praten, omdat hij heeft de kans gepakt, omdat hij heeft alles. En dat moet je gewoon inderdaad beter maken, corrigeren, trainen op dingen wat hij misschien minder kan. En daarna bereik jij na een bepaalde tijd, vind ik, de succes.
Maar ben jij een keeperstrainer die de accent legt, de focus legt op hetgene wat je goed in is, om dat te verbeteren, of de zwakke punten ook te trainen? Alle twee vind ik. En kijk, is heel, kijk volgens mij, vorige keer heb ik ook Arno gehoord over dit en Jelle gehoord. Kijk, Jelle is ook bij Jelle blijven. Hij is een ervaren keeper, hij is 33. Hij heeft een stijl al. Dat moet je niet meer veranderen. Nee. Jij moet Jelle gewoon onderhouden. Fit laten blijven en hem onderhouden. Heel ver trainen, ja. Automatisme. En hij doet en hij weet donders goed wat hij heeft nodig. In de volgende, dat is het grootste verschil met die jonge keeper. Nou, als je hebt een jonge talent naast bij, misschien 21 jaar oud, wie komt net kijken, heeft hij de talent voor. Misschien moet je heel andere dingen doen met hem dan met Jelle. Hij heeft heel andere kwaliteiten. Misschien beter in hoge ballen. Of misschien beter in reflexen. Ja, begrijpelijk. Goed, dankjewel in ieder geval. Ja. Eén ding, NAC gaat het redden. Jij bent volgend jaar keepers trainer. Daar gaan we een beetje van uit, hè? Ja, dat zullen we zien. Ik wil graag dat doen, maar de bal ligt niet in mijn hand. Nee, letterlijk en figuurlijk niet. En ik had plezier NAC om zo snel mogelijk te tekenen. Dus leg zo'n goede vent vast. Kwaliteiten, persoonlijkheid, integer persoon. Wat moet je nog meer in de groep? Volgens mij een hele duidelijke als afsluiting hier van het NAC-journaal. Goed, dankjewel in ieder geval allebei voor de komst naar de studio. Volgende week dan zijn we er waarschijnlijk weer. En voor nu bedankt voor het kijken. Graag tot volgende keer. Tot ziens. Nou, waarschijnlijk weer. We zijn er altijd, hoor. Nou,